Christoffelkerk. En dan zitten we hier op de Roermond op de markt. En we gaan eens kijken of we dicht bij Christoffel kunnen komen. Hij staat bovenop de toren als het goed is. Zien we hem al? Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Voilà. Christoffel, daar is hij. Kathedraal, hij is open. Zoals we zien. Een grote kathedraal. Eeuwen oud. Kijk, daar hebben we Christoffel al. In de Mariakapel. Ja. Hij is van de heilige lijst afgevoerd. Ja, heel erg licht is het hier zo in de kathedraal. Het mooie oude altaar is verdwenen. Ja, heeft hier een kleine beeldenstorm plaatsgevonden. De kerk is niet zo diep. Kijk eens, het zijn aantal banken is niet zo groot. En hier het orgel, heel mooi. De preekstoel is opzij geschoven. Ja, en die hoeft niet meer gebruikt te worden. Maar het ziet er mooi uit hoor, prachtig. Blik naar boven. Ja, het is zeldzaam mooi verlicht. Schitterend. Het is een hele serie biechthokjes. Ja. Altaar. Ja, als we het zijaltaar zien, dan kan je ongeveer bedenken hoe het er, hoofdaltaar er ook uitgezien heeft. Hè. Het andere zijaltaar staat helemaal open. Prachtig, hè? Met de mooi gebrandschilderde ramen erboven. Zijkant. Mooi zicht op de kerk. Achterkant nabij de toegangspoort. Kerktoren. Ga die maar beklimmen. Kijkers, dit was het einde van onze tocht in Roermond, het historische Roermond. Dateert vanaf 1250. Heel mooi, heel prachtig. Als jullie hier komen, kom dan en leer dan ook een beetje Roermonds praten. Thank you.